gekomen daarvan? Nou, ik heb nog nooit zoveel mensen gezien. U dreigde wel even onder de voet gelopen te worden, maar ja. U bent tenslotte veilig hier gekomen. Had u dit succes verwacht in Praag? Ach nee, je werkt er natuurlijk een hele tijd voor. En ja, je doet je best en dan hoef je dat natuurlijk wel. En je verlangt daarna. Ja, ja. En wat zijn de plannen voor de toekomst? Eerst demonstreren en dan rust en dan weer beginnen te trainen. En dan weer beginnen te trainen. Daar hebben in enkele persorganen berichten gestaan. Al zou je er langzamerhand wel genoeg van hebben, want daar komt toch wel wat opoffering bij te pas om deze prestatie te bereiken. Daar is niets van waar. Je gaat door. Opofferingen zijn het niet als je het met plezier doet. En je doet het steeds met plezier. Ja, anders en je gaat graag nog een poosje door. Heel graag. Hoe lang weet je niet? Oh, dat weet ik nog niet. De Olympische Spelen zijn nog maar 2 jaar. Dus. En daar ga je in ieder geval naartoe als je zou goed ik heel genoeg graag, bent. Ja, als ik goed genoeg ben. Neem ik wel aan. Dankjewel. Sprekend heeft uw dochter in het middelpunt van de belangstelling gestaan en slechts een klein deel is daarvan afgestraald op u. Maar ik zou toch wel graag uw reacties willen horen op dit succes van uw dochter, meneer Dijkstra. Ja, de reacties, wat noemt u reacties? Sjoukje heeft al die jaren er hard voor gewerkt en ik vind dit persoonlijk wel een bekroning van het harde werk wat zij gedaan heeft. Maar ook samen met haar trainer, meneer Kerschmidt. Uiteindelijk kun je dit beschouwen als een soort twee-eenheid die samen naar deze wedstrijden toegekomen. Ik heb altijd met Sjoukje meegeleefd en er alles aan gedaan wat we doen konden. Hebt u alle belangrijke wedstrijden van haar ook meegemaakt? Zo? Ja, dat hebben we altijd meegemaakt. Dus ook volledig in spanning gezeten? Ja. U ook gefeliciteerd. How do you feel? Well, I'm very happy. Did you expect the result she made in Prague? Yes. You did? I did. I can tell you that now, but I wouldn't tell you before. No, you've read about that. She still can do better? Well, you can always do better, because you always learn by mistakes. Uh-huh. And asked, but we didn't see any mistakes during the coup. No, you wouldn't see them. No, you wouldn't see them. But there were. There were. Thank you very much. Iedereen die dit georganiseerd heeft, heel hartelijk bedanken. En de hele bevolking van Amstelveen vond het fantastisch. Ik had het niet verwacht. Lang leven Sjouk! U lief! Ja!